Hallo, ik ben René en dit is mijn review. Ik ben vandaag samen met... Mila. Vandaag gaan we het hebben over het spelletje... Dinoboom. Dinoboom is verkrijgbaar voor Android en iPhone. Het zijn allemaal... puzzels. Van dinosaurussen. Kijk, hier doen we een dinosauruspuzzel. Wat ben je aan het doen, Mila? Ik ben nu aan het puzzelen met een dinosaurus. En het leuke aan deze puzzel is, aan het einde zegt hij de... naam van mijn dinosaurus. Velociraptor. Vind je dit soort video's leuk? Geef ons dan een duimpje omhoog. Mila, is dit een moeilijk spelletje? Nee. Wel leuk. Dat klopt, want dit spelletje is voor kindertjes van 3 tot 6 jaar. Is dit spelletje voor jongens of voor meisjes? Voor jongens. Vinden meisjes het ook leuk? Ja. Oh, gelukkig. Dus eigenlijk is het voor allebei een beetje. Ja. Oké. In het begin heb je een heel pad vol met eitjes. En in die eitjes zitten allemaal... dinosaurussen. En als je de puzzel hebt gehaald, dan... komt er een dinosaurus uit. Ja, komt er een dinosaurus uit. Er zijn wel 20 verschillende eieren met 20 verschillende dinosaurussen. En er zijn ook bonusvelden. Wat ben je nu aan het maken, Mila? Nou ben ik een vis aan het maken. Hij heeft wel grote tanden. Ja. En heel grote ogen. Ja. Is het misschien een dinosaurushaai? Ja. Cool. Of een dinosaurusdolfijn? Ja. Is het een moeilijke puzzel? Nee. Klaar. Dit is een bonusveld. Wat moet je hier doen dan, Mila? Je moet je puzzeltjes maken met dinosaurus erin. Ja, die dinosaurus moet je eerst zelf halen, de puzzels. Dus elke dinosaurus is een individuele puzzel. Ja? En als je er dan 5 af hebt, krijg je een bonusveld. Dit spel is niet gratis, het kost maar een heel klein beetje. Er zijn geen reclames in dit spel. Er zijn ook geen micro-aankopen. Het zijn gewoon 20 leuke puzzels met 4 bonuslevels waar de naam van de dinosaurus worden uitgesproken. Het spel heel vaak overnieuw spelen, omdat het heel erg leuk is. Hier laten we alle bonusvelden zien. Heb je ook een beetje een indruk over welke dinosaurussen er allemaal zijn? Wat zien we hier, Mila? Nou zien we vogeldinosaurussen. Ja, hadden dinosaurussen ook veren dan? Ja. En hadden ze ook stekels? Ja. Wat gaan we nu laten zien? Nou gaan we een dinosaurus die met veren hebben. Ja, dit is een van de moeilijkste puzzeltjes, hè? Ja. Met heel veel kleine... puzzelstukjes. We zijn aangekomen aan het einde van onze video. Vind je dit soort video's leuk? Abonneer op ons kanaal. Kom ook even langs bij ons kanaal, want we hebben nog meer video's al gemaakt. Zo, hij is bijna af. Ja. Klaar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens. Doei. Doei.